Kijk, eigenlijk bestaat deze pandemie niet uit één pandemie, maar uit twee. De eerste is die van het virus, van COVID, besmettingen. Ja, daar zitten we met z'n allen naar te kijken. En daar zit het kabinet enorm op te sturen. En die laat zich ook heel goed ondersteunen door het OMT. Maar we hebben een tweede pandemie. En dat is een pandemie van angst, onzekerheid, stress, frustratie. En dat komt omdat steeds we die andere pandemie maar niet in de greep krijgen. Omdat we bang zijn van het virus. Of zeker in het begin waren we daar bang voor. En omdat we geraakt worden door de maatregelen. Nou, die stress bij elkaar wordt steeds groter. Ja. Maar Gerrit van der Kamp zei, het speelt al een tijdje. Ja. Dus het valt dan ook nog eens op een bodem waarvan je het zegt, het was al niet lekker. We hebben al een veel langere voedingsbodem die teruggaat naar 2008. En zelfs een stuk eerder. En de economische crisis bedoelt u? Economische crisis, financiële crisis. En we zien het gemeten stress in heel West-Europa elke keer stijgen. Oké. En dus we hebben een voedingsbodem, dan krijgen we COVID eroverheen. En dan in deze situatie hebben we een gedoe over 2G, waar een aantal mensen bang voor is. We hebben de horeca dicht, we hebben het voetbalstadion dicht en het vuurwerkverbod. En dat treft nou net de groepen waar het hier om gaat. Nog eens te meer, omdat het vuurwerkverbod, dat klinkt heel goed, hè? Dat klinkt heel acceptabel. Best logisch. Je zou zeggen, dan gaan er geen handen af en dan moeten mensen niet naar het ziekenhuis. Maar kijk even naar de cijfers en dan zie je dat het verhaal niet klopt. Omdat er maar weinig mensen op die zee belanden op oudjaarsavond? Heel weinig, maar vooral omdat ook zonder het algemene vuurwerkverbod, door het vuurwerkverbod wat er sowieso al zou zijn op zogenaamde categorie 3 vuurwerk, knalvuurwerk en dergelijke, zou het aantal gewonden al enorm zijn teruggelopen. Nou ja. Okay. En wat er overblijft is niet veel. En dat voelen mensen aan hun water. Mevrouw Katman, ik zie u bedenken.